FC Groningen won zondagmiddag in het Euroborgstadion met 2-1 van VVV. FC Groningen steeg daardoor naar een gedeelde vierde plaats in de Eredivisie. VVV kwam op voorsprong via Wildschut. De Limburgers moesten met 10 man verder nadat Mai Tadic in het strafschopgebied had neergelegd. De aansluitende strafschop werd op Bakuna raakgeschoten. Na rust scoorde Texera na een mooie actie van Tadic de winnende. De wedstrijd was slecht, maar de punten smaakten goed. Ja, dat zijn belangrijke punten. We laten niet al te best spel zien, maar ja, hier moet je toch weer de punten uithalen en op naar de volgende wedstrijd om daar weer beter voetbal te laten zien. Ja, hoe kwam dat het vandaag niet helemaal lukte met het spel? Ik denk dat de intentie die was wel om zeg maar, goed voetbal te laten spelen. Maar het was elke keer net niet en we kwamen een beetje ongelukkig op achterstand. Geluk, mag je het noemen, komen we op 1-1. Daarna in de tweede helft maken we daarvoor goed voetbal en de aanval. Maken we er 2-1. De strafschop van waaruit FC Groningen gelijk maakte was nogal discutabel. I don't know. I saw now video. I saw that he kicked ball, but serious he kicked and me, because I tell that I don't know to dive and I don't know. I'm in front of him. Maybe he touched ball, but he touched me. Als je een topclub wil worden, hoe belangrijk is het dan dat je dit soort wedstrijden wint? Ja, is heel belangrijk. Ook die lelijkere wedstrijden, de moeilijke, de lastige wedstrijden, wat dit vandaag toch was. De manier waarop deze wedstrijd verlopen is. Ja, en dan toch gewoon die 3 punten pakken. Dat is mooi. En zij op de ranglijst blijven er goed bij staan. Is die rode kaart uiteindelijk het beslissende moment geweest? Ah, het is wel een beslissing die natuurlijk invloed op de wedstrijd heeft. Want er veranderen heel veel dingen door. He, niet alleen de stand, maar ook de verhoudingen op het veld. He, je ziet daarna VVV heel ver terugzakken. Echt rond de eigen goal blijven hangen. In eerste instantie gewoon om het punt te verdedigen. Daardoor moeten wij dan natuurlijk daartussendoor gaan spelen. Er is weinig ruimte. Dus het is dan een kwestie van hele hoge balcirculatie. Maar ook geduld. Je moet van links naar rechts en je moet mensen in de 16 zien te krijgen. Je moet goede voorzetten afleveren. Dat ontstond wel. Hè. Dat ontstond ook eigenlijk de 2-1. Volgens Huistra loopt het momenteel lekker bij FC Groningen. We zitten heel langzaam maar zeker wel in een positieve flow eigenlijk. Die spelers die zijn echt bezig met zichzelf verbeteren. Die zijn echt bezig met de essentie van in een team spelen. En die zijn gretig en die willen graag leren. Alle juiste ingrediënten volgens mij gewoon om er een mooi seizoen van te maken. FC Groningen speelt zaterdagavond uit tegen PSV, de nummer 2 van de Eredivisie.